daar zijn ze. Zakken nu. Zakken. Zakken. Licht uit. Showtime. Surprise! Ik vind mijn werk heel belangrijk en heel erg leuk, maar als het met mijn familie niet goed gaat, dan betekent dat allemaal niets meer. Dus ja, wat dat betreft is familie alles voor mij. Familie! En vanuit. Loop. En actie. Het leuke van familie is dat iedereen er een heeft. En dat dat dus een universeel gegeven is voor mensen. En je, ook al heb je nog zo'n ruzie met je familie, het blijft wel je familie. Dus je blijft altijd een band houden met je familie. En bijvoorbeeld met je beste vriend kan je een soort van ruzie hebben en elkaar daarna nooit meer zien. En dan is dat ook wel tragisch, maar je vader blijft je vader, je moeder blijft je moeder en je broer en je zus. Dat blijven ook gewoon vaststaande dingen die nooit zullen veranderen. Ook al heb je nog zo'n ruzie met ze of ook al gaan ze dood. Dus familie is onherroepelijk. En familie is ook zo fucking inspirerend, hè? Wisten jullie dat 1 op de 3 moorden plaatsvindt in huiselijke kring? Binnen de familie? Ja, ik ben nu zelf een familie. Dat is ook, denk ik, waarom ik deze film nu in deze fase van mijn leven schrijf. Omdat ik zelf een moeder ben en 2 kinderen heb. En mijn ouders opa en oma geworden zijn. Dus het komt allemaal in een wat breder perspectief. En wat familie... Ja, familie is vreselijk belangrijk voor mij. Als je zelf kinderen krijgt, dan realiseer je hoe kwetsbaar dat is. En hoe bijzonder het is als het goed gaat. En gezond is en gelukkig is. En ja, in alles is liefde. Staat natuurlijk ook de liefde van Peter Paul Müller voor zijn zoontje daar. Die lijn, die vond ik heel erg mooi. En het personage van Wendy van Dijk dat dan weer terugkomt bij de man. En Anneke Blok die in een huwelijkscrisis zat met Thomas Agda. Wat dat betreft is dat ook wat mij als schrijver interesseert. Wat ik leuk vind om uit te werken. En interessant vind ook. Menselijke relaties. En binnen een familie kan je die natuurlijk heel goed neerzetten en opzoeken als schrijver. Ik speel Dick en Dick is de verzorger van de pinguïns en diverse aapsoorten. Dick is een zwager van de 2 broers in de familie, van Charlie en Rutmer. En is een tamelijk verlegen man. Het is een hele leuke rol om te spelen. Hij wijkt ook een beetje af van de rollen waar ik normaal voor gevraagd word. Ik zit meer in het circuit van intellectuele mannen die het moeilijk hebben. Of psychotherapeuten of... psychopathische criminelen heb ik ook wel gedaan. Het is een beetje altijd een rare hoek. En dit is een vrij normale man, verlegen. En eerder een rol waar je om moet lachen dan waar je bij moet nadenken. En dat vind ik heel leuk, de humor in de rol. Ik werk heel hard, maar probeer ook dat werkende leven heel goed te combineren met mijn gezin. En ik zet dat toch wel altijd wel nog boven mijn werk. Dus voor mij is familie wel belangrijk, ja. En in mijn werk zoek ik ook wel altijd een beetje de familie op. Dus bij mijn toneelgezelschappen werk ik altijd lange tijd bij 1 gezelschap. En dat wordt ook een beetje je familie. En een filmset is eigenlijk net zo. Daar trek je ook een tijdje op met dezelfde mensen die aan hetzelfde werken. En dat voelt ook een beetje als familie. We are...